Vanmiddag reikte burgemeester Peter den Oudste namens het Carnegie Heldenfonds een penning met getuigschrift uit aan Maarten Brussé. Die kreeg de onderscheiding vanwege de redding die hij heeft verricht op 17 juni aan de Winschoterweg. Die middag kwam een motorrijder na botsen met een personenauto meer dan 40 meter verderop in een sloot terecht. Het gewonde slachtoffer, dat met zijn hoofd onder water lag, werd door hem uit het water gehaald. Ik dacht dat dat duurste geweest, dacht ik. Einde oefening en dan gaat het loodzakje in de schoenen om erin te stappen en hem eruit te halen. Maar tot mijn grote opluchting was zo, terwijl ik hem met zijn hoofd boven het water tilde, dat hij heel zachtjes help zei. En dat is zo'n fantastisch moment dat je ziet van nee, het gaat toch nog weer de goede kant op. En toen heb ik geprobeerd uit de sloot te krijgen, maar dat ging niet, want terwijl ik hem omhoog tilde, zakte ik zelf de modder in. Dus ik stond daar enigszins hulpeloos te trekken, totdat er hulp van een politieman kwam, die toevallig ook voorbij kwam. En samen hebben we hem dan op de lage wal aan de overkant, hebben we hem half uit het water getrokken tot de hulpdiensten kwamen. Het slachtoffer kan zich alleen de aanloop naar het ongeluk herinneren. Wat ik me kan herinneren is dat ik er een vrachtwagen voor me, blauwe bocht in de weg, en ik wil die vrachtwagen inhalen. En ik zie dat er toch een auto op de andere weg afrijdt. En op dat moment weet je, dit gaat mis. En dat weet ik nog, de klap zelf die ik daarna heb gemaakt en dat ik in die sloot heb gelegen, dat weet ik niet meer. En vervolgens herinner je weer dat je in een weiland ligt met hulpverleners om je heen en dat je naar het ziekenhuis wordt gebracht. De burgemeester is blij met mensen als Maarten Brussé. We zitten hier en dat is een, dat geeft mij altijd een enorm goed gevoel om te zien dat iemand weer helemaal... helemaal oké is en dat er mensen zijn die dat op deze manier doen. En Brussé die zegt natuurlijk van ja, maar dat doet iedereen. Ik denk dat veel mensen dat gevoel ook wel hebben. Maar je moet het ook maar doen. Het moet ook echt gebeuren. Maarten zelf denkt nog vaak na over het ongeluk. Ik heb er wel toch wel een beetje last van gehad in die zin dat ik heel vaak voor mezelf het hele geschiedenis herhaald heb. Ik probeer het aldoor aan mensen te vertellen. Ja, goed, dan raak je het kwijt op die manier. De stichting Carnegie Heldenfonds is meer dan 100 jaar oud en werd opgericht met als doel personen die met gevaar voor eigen leven iemand hebben gered te onderscheiden.